Dames en heren, het doet mij goed dat we in de gegeven omstandigheden tot een goed debat zijn gekomen over de grondrechten in ons land. Over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Daar zijn veel goede dingen over gezegd en geschreven. Maar één ding is duidelijk, de film kon niet op voorhand worden verboden. En dat is goed. Ook al zijn er landen in de wereld waar dat niet goed begrepen wordt. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn bij uitstek kenmerken van de verscheidenheid, de vrijheid en de tolerantie die ons land traditioneel zo kenmerkt. Monsieur le Premier ministre, en ma qualité de député, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal et président exécutif de l'ONG Diamra, je viens auprès de vous élever la plus vive protestation devant la provocation grossière et outrageante du député néerlandais d'extrême droite Geert Wilders. Mais ce qui me paraît inacceptable, c'est l'attitude incompréhensible, à la limite de la complaisance, du gouvernement néerlandais qui certes condamne la diffusion du film incriminé, mais n'engage aucune action à l'encontre de ce citoyen néerlandais qui offense aussi outrageusement plus d'1,5 milliard d'êtres humains.